Dit gaat wel heel erg spannend worden. Quinn die gaat namelijk iets doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Ik hoop niet dat hij zich bezeert. Daar gaat hij. Knol Power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. 12 uur lang in totaal. Ik dacht, weet je, ik zet gewoon geen wekker. En dat is echt even heerlijk. Ik heb een ontbijt gehad. Lekkere tosti met een heerlijke mok melk. En als het goed is, is Sok hier aan het uiteinde van het bed de hele tijd te spelen. Waar ben je, Sok? Hallo? Goedemorgen. Of nou ja, eigenlijk goedemiddag. Je zit lekker met die touwtjes te spelen hier zo, hè? Vind je leuk? Alles gaat goed met Sokje, hè? Je bent gezond, je bent lekker speels, je hebt het naar je zin hier. Ja, we zorgen goed voor jou. Kijk eens even. Zo lekker aan het genieten. Ja. Wat wil je meer? Wil je meer geknuffeld worden? Kom maar. Kom maar. Lekker ding. Ze vindt de vlogcamera echt leuk. Nee, ik weet nu wat het is. Ik weet waarom ze dat elke keer doet. Ze vindt jullie gewoon heel erg leuk. Jij vindt de kijkers leuk, hè, Sok? Jij vindt de kijkers leuk, hè? Wat gaat er gebeuren met deze auto? Heel simpel, ik ga hem wegbrengen naar de car wash. Hij staat hier. De sleutels heb ik gegeven aan deze man. En deze man gaat ervoor zorgen dat de auto helemaal spliksplinter schoon is. Want morgen heb ik een hele belangrijke dag met deze auto. Daar ga ik meer later over vertellen. Maar ik zie je in ieder geval over een paar uurtjes. Dankjewel. En zo, dankjewel hè. Yo, yo. Daar is mijn taxi. Zo, deze. Die van jou kan ook wel een wasbeurt gebruiken. Hé, hey, mag ik erin? Oh, weet je, ik heb scheid. Hoppa. Zo. Hallo. Dat is wel makkelijk aan een cabrio. Ja, makkelijk hè. Deetje die is... Hebben ze gescoord? Nee. Oh, jammer. Maar jij is gewoon niet op, dus ik dacht, gaan we in de auto voetbal kijken. Ja, jij bent echt heel erg trouw aan Ajax, hè? Tegenwoordig kan dat gewoon op je telefoon. Vroeger moest ik dan echt Radio 1 aanzetten, want daar deden ze dan radio langs de lijn. En dan hoorde je iedere keer een heel klein stukje van iedere voetbalwedstrijd die dan bezig was. Dus iedere keer als Ajax dan was het heel... Oh, nou goed, radio hard. Maar nu kan je gewoon even telefoon kijken. Dus super chill. Het wordt steeds beter. Kijk, zo doen we dat. In de bouwmarkt. We moeten even twee hamers halen en een lamp. En we laten voetbal gewoon aan. Een metselaarskaphamer. Moet je kijken hoe deze eruit ziet. Gruwelijk. Lijkt wel een beetje op een pikhouwer, joh, weet je wel. Om diamanten te hakken. Ja, een pickaxe. Minecraft termen. Binnenkort is dus deze feestje. En we gaan een hamertje tik doen. Ja, maar deze is niet zo heel goed in hamertje tik. Want deze tikt er al naast. Maar met deze... Kan je bijna niet meer mistikken. Misschien is dit de spek- en bonenhamer. Wow, ik zie een hele goeie. Stel voor je doet hier hamertje tik mee. Ik denk dat je dan de boomstam in tweeën tikt. Zo, hij is 4 kilo hè. Ja, bizar. Hier heb je dan die boomstam en heb je een paar van die spijkertjes en dan... Nee, dat gaan we niet doen. Dat is... Nee, dat vinden de onderburen ook niet leuk, want dan sla je zo'n gat in de vloer, denk ik. Denk het ook. Yo, ik denk dat deze super goed past op mijn auto. Deetje is blij! Gescoord, ja. Yay! 1-0 voor Ajax. Wie heeft gescoord? Dolberg? Donnie. Oh, Donnie. Beek. Donnie van Beek heeft gescoord. Yeah. Kijk, en daarom kijken we dus voetbal gewoon in de bouwmarkt. We zijn weer bij de wasstraat en ik ben heel erg benieuwd hoe mijn auto eruit ziet. Dankjewel Dave voor de lift. Nou, even kijken op de teller. Ja, het wordt 13.1716 euro. Zo. 13.1716. Wat is dat voor een raar getal? Ik weet het, ik kwam ook niet uit. 13.1716 euro. Wat zeg jij? 13.1700, wat is dat? Dat is 13.000 en dan 1700. Dat kan niet, het is 131.716. Tot zo, Liewet. Doei doei. Oh, ik zie hem al. Hoppa. Aan willen raken. Wat is het eigenlijk? Ik heb serieus geen flauw idee. Want dit slaat gewoon keihard eigenlijk tegen je auto aan, hè?
En dan met een soort sopje erdoorheen of zo. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat deed. In ieder geval, dit apparaat is vandaag gebruikt om mijn auto schoon te krijgen. En ik moet zeggen, en jullie hebben het gezien, dat is super goed gelukt. Dus ik wil dit apparaat bedanken. En ik kan er wel weer mee door. Morgen gaan jullie namelijk iets super tofs zien in de vlog. En dan ga ik een heel leuk interview hebben. En dan gaan we echt super dikke foto's maken met dus mijn auto. Heel erg bedankt. Graag gedaan, zo. Je gaat de foto's binnenkort terugzien. En dan zie je hem shinen, man. Bedankt. Het is zo super relaxed, hè, dat ik gewoon een eigen stand heb kunnen instellen. Dus het enige wat ik hoef te doen, want kijk, mensen die zitten natuurlijk in deze auto om heel eventjes de auto naar voren of naar achter te plaatsen. Dus dan gaan ze je instellingen veranderen. Maar het enige wat ik hoef te doen is op het eentje te drukken en dat inhouden. En dan gaat mijn stoel, alles gaat precies in de positie dat ik heb ingesteld. Echt ontzettend relaxed. En nu is het ook zo dat als D in deze auto rijdt, dan kan ze gewoon stand 2 gebruiken. Dus als ik die nu indruk, dan zie je dat alles veranderd wordt. Ik ga al heel dicht bij het stuur. Veel te dichtbij voor mij, maar voor D is dat goed. Mijn knieën komen er al tegenaan. Dus dat is niet fijn. Dus dan hou ik gewoon stand 1 weer ingedrukt. En dan ga ik weer helemaal in mijn eigen positie. Oh, echt zo super chill, hè. Oh, wat is dit heerlijk. Daar gaan we weer. Hoppakee. Kijk eens wie we daar hebben. Het is Pip. Hallo Pip. Het is Pippi. Hallo. Ha, liefie. Die komt even gedag zeggen. Pip is zo lief. Zo'n liefie. Lief. Wat gaan we doen, Dee? We gaan een boomstam die we hebben gekregen, gaan we even droog zetten. Want we hebben natuurlijk net hamers gekocht en spijkers. Maar dan heb je ook een goede boomstam nodig om die hamers en spijkers bij te gebruiken. En aangezien het feestje al over een week is, is het wel de bedoeling dat die stam een beetje droog wordt. Want anders dan gaat het allemaal veel te makkelijk. Dus we gaan hem nu even droog zetten. Kom op, pap, gebruik je knolpower. Misschien kan je dan zelf motorzagen. Oh, moet zelf motorzagen. Oh, maar dan moet hij eerst even een paar dagen drogen. Oké. Nou, blijf jij hier maar staan tot volgende week. Goed knuffelen, dan wordt hij sneller droog. Doe me dan... Super sick, Quinn die heeft een verjaardagscadeau gekregen en dat is echt precies iets voor Quinn. Nou, dat is maar goed ook, want er gaat een verjaardagscadeau om. Maar dit is een soort van mini trampoline? Nou, eigenlijk een meer mini springkussen. Want een trampoline veert natuurlijk wel wat hoger. En als ik nu ga springen, dan zie je al dat het meer een soort springkussen is. Ja. En ja, eigenlijk, het is eigenlijk een airtrack, voor de mensen die weten wat het is. Dus een mini springkussen. Oké, okay, en hiermee kan je dan heel mooi... Oh ja, een airtrack. En hiermee kan je dan heel mooi salto achterover of voorover doen ofzo. Ja, alleen het is wel, als ik bijvoorbeeld op het randje ga staan, moet iemand wel aan de andere kant staan, want anders gaat het mis. Oh ja. Dus als je op het randje staat... En wat ga je nu doen? Ik heb je horloge. Je horloge afdoen, want anders dan is hij kapot. Is hij niet aan de rest? Oh ja, ik merk wel inderdaad dat er lucht in zit. Het oh, ja, is dat... niet echt een trampoline, hè? Nee, maar hierdoor kan ik wel begrijpen dat je net even iets meer boost hebt om iets voor elkaar te krijgen. Ik heb dus al zeg maar, vanaf de ding een backflip op de grond gedaan. En je merkt echt dat je een stukje hoger gaat. En wat ga je nu doen? Een sideflip. Een sideflip. Het gaat wel heel erg spannend worden. Quinn die gaat namelijk iets doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Ik hoop niet dat hij zich bezeert. Daar gaat hij. De eerste keer in het water is altijd zo van oeh, zo koud. Oh, Bumper, blijf staan. Bumper. Ik was echt bang dat Bumper met zijn poot de camera in het water zou duwen. Dit is echt de specialiteit van mijn schoonmoeder. Het ziet er lekker uit, maar het smaakt altijd naar Nee, grapje. grapje. Het ziet er lekker uit en het smaakt dan ook nog goed. Dat is gewoon de onhandigheid van Dale wat daar gebeurde. Ja. En dat is Quinn die niet zo goed kan eten of hij propt gewoon alles in zijn mond in één keer. Ik heb ook heel veel trek. Quinn heeft het op. Thuis bezorgd. Ja, ik wil graag een pizza. Iets lekkers.
Nee, we zitten hier te pesten, maar het ziet er prachtig uit. Nou, ik hoop dat smaakt. Maar jij kent het eigenlijk allemaal al, dus ja. Ik ken het al, maar daarom weet ik ook dat het gewoon goed is. Met muzieknootjes. Als je het niet lust. We gaan eventjes 30 seconds doen. Hebben we al lang niet meer gedaan. Dedy hoort bij je moeder. Ja. Ik hoor bij je vader en bij Milan. Ja, dus mannen tegen de vrouwen. Mannen tegen de vrouwen. Wij hebben wel één man minder, maar dat hebben we helemaal niet nodig. Jij bent met je moeder echt een sterrenteam, dus ja. Ben je klaar voor man? Ja, ik ben er klaar voor. Oké, dat gebergte bij Oostenrijk. Alpen. Ja, het land naast Oostenrijk, waar je ook kan skiën. Zwitserland? Ja, het is een... A few moments later. Ik weet het echt niet. Dat heb jij een mooi knoppenhoesje. Dat ben jij. Oh, ik ben ook nog aan de beurt ook. Oké, mannen, zijn we klaar? Let op. Oké. Oké, je hebt een politieke partij? PvdA. Nee, die andere. 60, CDA. Die andere. VVD. Ja. je hebt wat er in een deur zit. In die deur, dat is een... Een raam. Ja, en dan heb je ook Klap. Het raam... Kozijn. Ja, goed zo. En je hebt... Enzo. Knol. Nee, Enzo. Power. Nee, kom op, die auto, Enzo. Ferrari. Ja, hè. En dan heb je, jongen. Nou, 3, meer dan genoeg. Zo, dat was hem. Hoppa, 3 punten. Maar jij bent altijd een stap te ver al in je hoofd. Want jij zegt dan, Enzo. Ja, niemand denkt dan als eerst aan Ferrari. Tuurlijk jij wel. Jij zit hier aan tafel. Maar ze gaat de knol zeggen. En wij supporten jou. Ja, dat zegt toch iedereen. Ja. Je kan ook zeggen, auto, Enzo. En dan heb je hem al meteen. Ja, maar ik dacht, we zijn wel op dat level, weet je wel. Maar er komt een moment dat jij erin staat in die 30 seconds Enzo knol. Nou, in één zo'n spel. Ja, sta ik wel in, volgens mij. Je staat er al in. In het bordspel van... In het bordspel hiervan sta ik er gewoon in. Ja, super. Maar wij hebben dat bordspel, wij hebben jou nog niet gevonden. Nee, met de kaartuitbreiding. Met de kaartuitbreiding. We moeten weer meer kopen. Ja hoor. Dan ben jij hebben ze mijn naam gebruikt voor een kaartuitbreiding. Ja. Zodat ze die kaartuitbreiding moeten kopen. Dan pas het... Ja. En daar ben ik gewoon niet van op de hoogte. Dat is niet kopen, jongen. Nee. Jongen. Nee. Van jouw periode. Van smoken. Die tijd met die muziek. Hoe zeg je dat? De hippies, de ethisch. Ja, dank je. Dat in New York, dan met die vierkant. Zeg maar... Times Square. Ja. Dat met die balletjes, dat je zeg maar dit doet zo. Cricket. Nee, met zo'n put. Met een bonk en een opa. Oh, knikkeren. Ja. Knikkers. Even kijken. Wat heb je Jeetje, wat een makkelijke woorden. Dat was het. Nice, we hebben er 3. Dus zijn we gewoon een puntje voor. Niet zo haat op de mannen. Super chille dag gehad, maar morgen ga ik vroeg opstaan. Dus hopelijk zie ik jullie dan allemaal. En hopelijk hebben jullie ook genoten van deze vlog weer vandaag. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check jullie morgen baas allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd.